Rogier Meijer, verloren van Almere City. Had je dat verwacht? Die vraag had ik zeker niet verwacht. Nee, ja, niet. Ik bedoel, dat doe je van tevoren, ga je er niet vanuit dat je een wedstrijd verliest. Dus nee. Maar goed, maar had je verwacht dat het zo lastig zou worden vandaag tegen Almere City? Ja, zeker dat wel. Ik bedoel, zij hebben niet voor niets 7 punten. En stugge ploeg, hè, die ruimtes klein maken. Dus ik had wel verwacht dat we dat er gelijk opgaande wedstrijd zijn en dat het lastig zou worden. Nou, de eerste helft denk ik dat het ook wel blijkt. Hè. Ik denk dat wij misschien met Joep konden scoren, hè, die bal op de paal. Daarna rust scoren uit een standaard situatie en daarna wordt het heel hard vechten en hopen dat die goed valt. Ja, die viel niet goed. Ik weet niet precies waar het mis ging. Ik denk de goal kwam door de standaard situatie. We verloren het zelf. We waren zelf aan de bal, we verloren hem en we kregen hem tegen. Ja, kloten maar. Ja. Maar kansen creëren was echt moeilijk vanavond. Ja, ik denk wat ik al zeg, eerst had je 1 goede kans met het schot van Joep dan. Tweede helft een aantal momenten ook nog een keer Joep en een keer Feli, maar verder grote kansen hebben we niet gehad. Dat is de verdienst van Almere ook, ze hadden het goed voor elkaar en we hadden moeite om er doorheen te spelen. En konden weinig creëren. Ja, klopt. Ik denk dat we misschien te weinig ook Young hebben gezocht. Vanuit daar weer doorvoetballen. Ik denk dat we dat misschien wel te weinig hebben gedaan. Dus, ja. Ik vond jullie over de hele wedstrijd vrij voorzichtig in de opbouw. Een paar keer denken we, oh, de dieptebal kan gegeven worden, of de crosspaas kan gegeven worden, maar dan toch de beslissing genomen om toch even terug te passen of de risicoloze paas te nemen. Ja. Is dat bewust of is dat gewoon een keuze van de speler op dat moment? Ja, het laatste. Ik bedoel, als zij iemand vrij ziet staan voorin en ze kunnen me bereiken, ja, dan zal niemand dat tegenhouden. Alleen zij maken op dat moment een keuze. En ja, ik vond dat het heel wisselvallig was, want een aantal keren speelde we wel goed tussendoor. Maar een aantal keren vond ik altijd dat we veel te snel dat deden en we waren hem heel snel kwijt. En met name de jongens die bij ons het balbezit moeten verzorgen waren slordig, vond ik. En dan wordt het misschien een beetje onzeker soms. Ja, dan krijg je dat spel en ja, dat is zonde, want dat had niet gehoeven. Dus het was moeilijk en de kansen die er kwamen, via jou eigenlijk vandaag? Ja, ik had wel een aantal kansjes, een keer weer de paal. Ja, dan zit het gewoon niet mee. Ja, dat is balen, maar Is het ook een beetje de jonge ploeg dat we dit gaan meemaken dit seizoen? Zo van, ja, 2 goede wedstrijden, resultaat halen, maar dan toch ook weer even af en toe een dipje dat bij een jonge ploeg hoort? Ja, dat weet ik niet, want je moet nou niet doen of Almere ons weggespeeld heeft. Hè? Ik bedoel, wij kunnen ook gewoon een 1-1 maken en ze zijn uit een standaard situatie hebben gescoord naar rust en verder zijn ze volgens mij niet gevaarlijk geweest tot het laatste moment dat wij 1 tegen 1 spelen. Dus ja, ik denk dat we gewoon in de wedstrijd zaten. We hebben niet ons normale niveau gehad in balbezit. Hè, maar dat vond ik met name ook bij de jongens die de ervaring hadden, vond ik niet op het best. Maar goed, ik denk niet dat elke week hoeft, nee. Hoe is de sfeer in het team na de nederlaag vandaag? Want natuurlijk 2 mooie resultaten gehad. Ja, de sfeer is natuurlijk nu wat minder natuurlijk. Maar we moeten gewoon ons ding blijven doen en we moeten gewoon op naar zondag. En dan moeten we er weer staan tegen de Graafschap en dan moeten we er gewoon weer tegenaan. Ja, want dit was eigenlijk de wedstrijd die met potlood zo van die moeilijke openingsfase was dit eigenlijk de wedstrijd die je misschien wel had moeten winnen. Ja, het zou natuurlijk lekker zijn geweest als je deze ook 3 punten pakt. Dan kom je volgens mij eerste, tweede kom je te staan. Maar dat is nou niet. Ja, nu zondag wordt het wel lastiger uit bij de Graafschap om daar punten te pakken, denk ik. Ja. Maar volgens mij was Ajax lastig, Volendam lastig, was Cambuur lastig en Almere ook. Dus ja, we gaan het zien. Ja. Heb je dan ook het idee misschien dat de periode, hè, dinsdagavond laat gespeeld tegen Volendam, nu weer... Is het misschien een druk programma? Is dat misschien ook een extra handicap? Nou, dat moet ze aankunnen. Nou, ik zag er bij Almere een paar met kramp uitvallen en bij ons niet. Dus volgens mij hebben wij tot de laatste minuut gestreden om een punt. De jongens die ingevallen zijn ook en de jongens die bleven staan ook. En er was niemand die vermoeid was op dat moment, dus ik denk dat dat geen weerslag heeft op de wedstrijd. En, het zit wat mij betreft met name in balbezit, dat vond ik ons wat minder. Ja, dan anders aan de zondag meer uit bij de Graafschap. We worden wel lastig natuurlijk. Ja, lastig pot, maar we hebben een hele goede ploeg, een jonge ploeg. En we kunnen heel goed voetballen, dus ik heb alle vertrouwen. Maar al met al, hè, terugkijken, je bent echt wel lekker begonnen in de competitie, dus je kunt met op zich wel redelijk vertrouwen naar de Graafschap toe, denk ik. Ja, zeker. En ik heb ook al vooraf gezegd van, ja, het kan zijn dat we ook wel een keer minder zijn. Alleen, dan moeten we kijken hoe dat komt. Nou, ik vond het vandaag met name in balbezit gewoon minder. En heeft ook te maken met Almere die het gewoon goed voor elkaar had. En aan ons dan om weer een oplossing te vinden. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Gaan we zien volgende week. Succes. Dankjewel.